Het is weer bijna Valentijnsdag. De dag van de liefde. Sommige mensen vinden het een prachtige dag. En andere mensen vinden het op de kotsen. Zoals ik. Daarom ga ik vandaag de strijd aan met 3 Cupido's. In het museum zijn allemaal rozen verstopt. Aan de Cupido's de taak om zoveel mogelijk rozen te verzamelen voor een boeket. Na 5 minuten word ik losgelaten en moet ik de Cupido's tikken. Krijg ik ze te pakken, dan moeten ze een roos bij mij inleveren. En als je dacht dat ik het enige gevaar ben, dan heb je het mis. Ze mogen elkaar natuurlijk ook afmaken. Ik bedoel, tikken. Ik ga ervoor zorgen dat dit de laatste Valentijnsdag ooit wordt. Voor eens en voor altijd. Op de laatste Valentijnsdag in 3, 2, 1, go! Oh my god, ik heb er één. Ah, ik ga. Wat is dit? Dit is fucking diep. Als ik als eerste wegga, heb ik meer kans op rozen. Sam heeft er al één. Hé, hey, Sam. Oh nee, nee. Oh, nee. Oh, ik heb er één. Ja, ja, ja. Shit. Ik heb een eerste roos. Ik heb een roos, Kijk, kijk. Shit, zit vast. Die roos zit vast. Nick, ja? Hoe groot schat jij de kans dat ik nog een vriend krijg met deze video? Heel eerlijk. Niet heel groot. Nou, ik haat liefde toch? Terwijl iedereen lekker aan het vechten was voor een mooi boeket, zit ik af te wachten tot ik mag aanvallen. Maar verwacht niet heel veel hoor. Ik heb de rozen namelijk goed verstopt. Jij, mijn Valentijnse. Nee, oh, haatliefde. Shit. Ja. Ooh, let's go. Doe het dan, zie. Waar zijn mijn flessen? Kom op. Ja. Hé. Oh, nee. Oké, Tom. Ik heb er één. Wow. Check waar ik ben. Ik ben in een soort kleding. Kast. Hier moet sowieso eentje liggen. Ze is echt goed verstopt, joh. What the flip. Ik heb er al 2. Ik ben in het vliegtuig. En ik heb een derde. Holy shit. Oeh, het loopt dood. Nee. Oké, ik ben dus nu alleen. Ik heb al 1 roos. Ik vind het echt heel erg eng. Het is allemaal zo stil hier. De zenuwen. Hier moet gewoon roos zijn. Guys, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Zien jullie dat? Zien jullie die roos daar? Oh, het zit vast. Oké. Guys, dit lukt me niet. Oh, ik kreeg mijn bek. Ik heb hem. Ik heb de roos. Waarom zie ik dat niet? Nou wel. Hier. Rat! Holy shit. Wat is dit voor vage ruimte? Hier. Nummer 3. Hoppa. Zit hier een roos? Weet ik niet. Nee. We hebben lang genoeg gewacht. Laten we Valentijnsdag verpesten! Klap, klap, tortelduifjes! Ik ben losgelaten! Zo valt het nu echt aan. Ik heb zoveel paniek. Dit spel is niet goed voor je hart. Dit is zo spannend. Het is echt niet. Oh, ik heb een roos. Ik kom zo. Roos. Shit. Wat moet ik nu doen? Hier is de deur. En zo komt hij zo meteen doorheen. Ik ga hem tikken. Hier ligt nummer 4. En die ga ik proberen te pakken. Maar jongens, dit gaat echt al 10 keer beter dan de vorige. Met de kerstballen, want toen had ik uiteindelijk echt 0. En ik heb er nu al 4. Dus dat is ziek goed. Holy shit. Ik wilde net op stop klikken. Maar kijk, hier ligt nummer 5.
En nummer 5, die ga ik ook onder mijn oogstel doen. Holy shit. Het is oprecht een hele, heel, heel ziek gebouw. Oh my god! Ik weet niet waar ik heen loop! Ik weet niet waar ik heen loop! Ja, kijk. Dat dacht ik al. Sam is heel hard aan het gillen. Ik schrok zo erg. Oh mijn god. Jongens, ik schrik van mezelf. Ik heb weer een roos. Jongens, hoe goed gaan we? Oh, eigenlijk had ze hier boven erin moeten stoppen. Gemiste kans, Sophie. Ik ga me straks verstoppen in de ballenbak. Ah! Waar ben je? Is dat een spiegel? Ja. Nee, dit is een spiegel! Hier. Okay. Oh. Nou snel wegwezen. Hij heeft er veel. Hij heeft zoveel. Holy fuck. Kijk hoe ziek deze ruimte is. Ik heb nog geen. Oh. Helemaal buiten adem. Ik was vergeten hoe intens het was. Ik heb zweet. Ik zie rood. Kijk. Hierachter. Hoezo is hier nog niemand geweest? Ik heb een vet. Oh, totale paniek. Oh my god. Guys, ik weet niet of jullie mij zien, maar ik zit in een doolhof. Oh mijn hemel. Oh my god, ik ben eruit. Oh, ik ben eindelijk uit het doolhof. Zo. Maar ik moet hier gauw weg, want... Ja! Ah! Oh, ik schrik zo erg van jou. Oh. Sophie is los, hè? Sophie is los? Shit, Sophie is bezig. Hé, hey, we kunnen ook een beetje teamen. We kunnen een beetje teamen, ja. Ik heb een roos voor jou, jij hebt een roos voor mij. Oké. Okay. Staat daar aan het einde. Nee! Oh, wat een kut! Zo, dit doolhof? Dit gaat niet goed. Zou ik niet ingaan. Hé, hey, ik loop even daarheen, hoor. Hé, hey, hoi! Snel weg hier. Ik hoor je. Ik hoor Maxine. Door, ga door. Kom. Ik denk dat niet met jou je mag. Dankjewel. Ik ga door. Hoi, ik mag ook niemand. Daarom haat ik liefde. Doei. Rot kind. Denken dat ze alles zijn, hè? Alleen maar omdat ze vleugels hebben. Klootzakken. Volgens mij zijn ze nu dol opgegaan. Ja. Ah! Help! Help! Holy shit, ze hebben me gewoon niet gezien. Die oksels van mij helemaal bezweet. Ik ben sukkel voor de liefde, koning in de disco day. Guys, zit hier iemand achter de deur? Als je zegt niemand mij mag. Pak iemand anders of zo. Zoek het uit. Iedereen met vleugels mag niet. Zijn je vleugels lieverd? Ik ben nu nummer 3. Ik ben de arm. Die ging roos tussen de bloemen. Nee. Het zou echt goede plek zijn. Nee. Je moet gewoon even iemand tikken, anders kom ik oprecht aan mijn rozen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn rozen verstoppen. Ik weet niet of dat mag. Maar ik ga ze achterleggen.
dan denken mensen... Ik heb geen roos. Heb je geen roos, hè? Alles is afgepakt. Dankjewel. I'm not your Casanova. Gelukkig niet. Nee. Heel gauw opgedoord. Jongens, ik heb er nog maar twee. Sander die heeft natuurlijk alles weer. Sophie had twee rozen neergelegd. Dus ik ging erop af. Dacht, waarom leg je nou twee rozen? Oké. Staat ze achter de kutdeur? Help! Ik zie geen ene zak! Ik zie geen ene zak! Au! Au! Het gaat dan ook over mij. Dat ik de onderhoek sta. En ik sta er zo. Oh, wat dolf. We horen helemaal niet samen spelen. Ik heb een leuk idee. I'm a fashion icon. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Nee. Rem voor je leven. Hoezo heeft dit ooit vandaag getrokken? Het lijkt wel zo'n dronken vrouw die zou de kamer binnenlopen zo. Ik heb geen roos meer. Je hebt geen roos meer? Wel daar. Ik was even aan het motor zo lopen bij Steve Mann. Nou weer uit, nou ben ik weer even normaal. Oké, ik zie Sander. En Sander denkt dat we dus vrienden zijn. Dat zijn we natuurlijk niet. Dus het is helemaal klaar! Ja, jij dacht we gaan teamen, maar het spel is over, Sander. Oh mijn god. Het spel is over. Ligt hier, heb jij hier een roos gevonden? Oh, daar is Sophie. Sam, je mag kiezen of ik geef jou een roos. En we komen er samen uit. Of Sophie pakt er ineens weg. Hier. Kom, rennen. Ja, nog. Sukkel! Sukkel! Rennen! Ik moet meer dan twee hebben. Dit is gewoon zwak. Het is gewoon zwak, ziek, misselijk, lullig. Weet je wat ik ook gewoon kan doen? Ik zit hier wel heel leuk in deze kamer, maar er gaat iemand een keer doorheen komen. Als ik nou hier ga liggen, niemand gaat dat zien. Ik ga het gewoon doen. Als er nu iemand hierheen komt, dan heb ik hem. Eén heel veel actie. Kom. Sowieso. Mijn tactiek heeft gewerkt. Ik ga ze allemaal terugpakken, joh. Ik ben al mijn rozen kwijt. Zo'n Cupido standbeeld. Ik heb er maar drie. Ik moet net een chance worden. Oké, ik ga terug. Heb je niks? Nee. Mag dat? Ja. Oké. Nu is Sander weg. Ik ga nu snel. Dit ding verstoppen. Snel. Oké, ik heb het verstopt. Iedereen denkt dus nu dat ik nul rozen heb. Zo, ik heb er volgens mij al zes. Waar zijn jouw rozen? Ik heb geen rozen. Waar is hij dan heen? Ik heb geen rozen. Nee, je moet nog kijken nu. Je hebt het verstopt. Oké, ja, je hebt me getikt. Dus ik moet je eigenlijk één roos geven. Kom je dan mee? Nee, je moet me je roos geven eerst. Kom maar. Nee, je speelt vals. Oké, maar ik kan je toch niet mijn roos geven als ik mijn roos haal. Oké, prima. Hartstikke dom, want nu weet je dus niet waar mijn rozen liggen. Had je net ook gewoon een roos? Had je net ook gewoon een roos? Dan moest je twee geven. Nee. Ja, kut. En dan moet ik er twee geven. Ik heb al twee keer getikt, maar vals gespeeld. Kut, sorry. Kijk, en nu weet je dus ook waar ze liggen. Ik ga ze maar lekker meenemen. Mission failed. Ja, ik zie je gordijntje bewegen, ja. Ik was jouw eerder. Ja, maar jij hebt meer rozen. Dat maakt niet uit. Hoeveel heb jij er? Nul. Waar zit die pispak van de zand? Ik heb daar gekeken, ik kon niet vinden. Ik heb een roos.
Ik save, jij save mij. Ja, maar jij hebt echt veel. Ik heb er één. Ja, wat wil je dat ik doe? Gewoon doneren. Ik vind eigenlijk degene die met minder rozen iemand tikt met meer rozen, te minder... Ik heb tevoren moeten zeggen, dit is vals spelerij. Ik vind het heel gemeen. Weg, ga weg. Ik ga deze kant op. Daar is Sophie. Sophie komt eraan, wacht, pas op! Sophie komt. Oké, jongens, ik heb hier al eerder een roos gezien. Ik heb nu eindelijk de kans om deze roos te pakken. Hij zit in de koffer. Oh, ik heb hem. Nee! Sophie! Wat ga jij mij nou weer uitdagen? Nou, wat wil jij doen? Dat is de vraag. Sophie is een sukkel, Sophie. Ah! Sophie! Jongens, ik haat jullie! Ik haat alles! Ga maar weg! Ja, hoe gaan we dit doen zo? Oh my god. Hey, Tikkie! Jongen, jongen, jongen. Nou, wacht even met een klomstil. Sam, ik heb even een roosje gevonden hoor. Wat doe je? Zag je echt? Ja! Ik ga Sam naar dit. Tik. Sorry, ik moest het doen. Ik moest het doen, anders heb ik te weinig. Sorry Sam, ik moest het doen. Holy shit, dat is oprecht goede informatie. Oh, ik ben zo back af. Ik sta hier met de liefdeshater. Wat vind je daarvan, hè? Dat jij de liefde haat? Nou, ja, mag ik toch gewoon vinden. Ik vind dat gewoon. Ik vind dat gewoon niet leuk. Haat liefde. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Laat in de comments weten. Liefde of haat? Die Sander, hè? Die heb ik nog één keer in mijn klauwen gehad. In een mouw misschien? Ja. Er zijn er nog... 6 of zo? Ze heeft ze echt heel goed verstopt. Er moet hier toch nog eentje zijn? Kan toch niet anders? Ik hoor Sam weer. Oh my god. Hier. Ik heb er nu... 3. Ik heb er 5. Ik denk dat ik achterlijk ben. Ik heb al 3 keer voor je verstopt. Hier! Echt? Je trek haar boven. Weg. Sander zei. Die hier 3 keer voor mij had verstopt. Maar hij heeft 1 ding gemist. Ik heb zoveel steek. Oh, hoe lang duurt dit nog? Ik heb echt pijn. Ik zie het leven gewoon echt even niet meer zitten. Ik weet nog in de tweede klas toen ik een kleine jongen was. Wou je niks met mij omdat ik nog een doodrommel had. Ik heb nog maar 3 rozen. Het is mijn vliegtuig, je hebt helemaal geen recht om hier te komen. Ik was hier als eerst. Wat? Sjoen, heb je een ticket? Anders mag je nu hier, hè? Ben wel door de douane heen gekomen. Ik zal mijn ticket even laten zien. Hij is een kleine letter. Ja, dat mag je even daar doen, jongen, dame. Oh my god! Ja, hoe ga je dat dan doen? Hey, leuk spelletje dit. Lijkt erop dat je in een valletje zit. Lijkt erop dat jij een heel raar pak aan hebt. Ik heb een hele grote mond uit tegen iemand waar ik beter dit kan doen. Ik vind dit zo raar! Ik vind dit zo fucking eng! Het is echt bizar! Het is zo ziek eng in dat dorp als je achter me aan rent. Ja. Dit ligt overigens wel heel comfy, zeg. Ja, dit ligt lekker. Hier kan ik wel de hele dag even lekker liggen. Er moet hier toch een roos zijn? Oh, kijk, kijk. De boven. Sorry, jongens, bij heel de partijen hier ineens in. Ik kan zo'n
ga hem in de ballenbak verstoppen. Ja, sorry Sander, maar nu ga ik je echt tikken. Dat ga je toch niet. Dat was een zieke sprong. Ik ga hem hier even stoppen. Je ziet gewoon niet. Ga ik dit ook doen? Ik ga het ook doen. Sander en ik liggen hier nu allebei. Zullen we gewoon kijken of ze ons echt niet gaan zien? Dus jongens, laten we er een einde aan maken. Kom er allemaal maar even bij. Nou jongens, ik heb erg mijn best gedaan. Ik zie zwetende hoofden. Ik ben wel benieuwd. Hoeveel rozen hebben jullie gekaapt? Nou jongens, helemaal kapot. Ik heb nog even in de ballenbak gelegen. Ik heb zoveel gezocht, maar ik kon ze gewoon niet vinden. Maar, ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rozen. Knap hoor. Jongen. Ja, ik vond het echt een bizarre ruimte. Ik had echt hebben zien alsof ik in een film zat en weer een andere scène. Ik heb er 1, 2. En nu hoor ik je vast denken, hey, Sammel toch maar 1 roos? Dat klopt. Ik heb geen idee waar hij die andere roos vandaan heeft gehaald. Ik heb, ja, alles is gestolen. Ik geef mijn liefde altijd weg aan mensen. Hey. Oh, nou, ik heb enorm mijn best gedaan. Ik vond het heel moeilijk. Ik ben Sophie heel vaak tegengekomen. Ik heb ook heel vaak geschreeuwd. Maar ik heb er 5. Ik ben heel erg trots op. Oh. Hoeveel heb jij er? Er moet natuurlijk 1 iemand de winnaar zijn. En dat ben natuurlijk ik. Met 7, 8. Ja, het zijn heel veel hoor, dat is moeilijk te tellen. Ik heb er 8 rozen. Wat? Oei, joh. Dat is echt niet normaal. Het was ook soms echt ziek eng. Als ik bijvoorbeeld de kamer uit en ik zag jou en ik rende. Maar gewoon die schim met dat hoofd. Ja, precies. En jij zat echt zo pakje. En dan kwam je dat doolhof in, dat glazen doolhof. Nou, dan kreeg ik echt helemaal zo'n rillingen. Ik heb jou 2 keer gevangen in dat doolhof. Toen ben ik gewoon op de grond gaan liggen schreeuwend. Ik denk, ik zit er wel even uit. Wat ik ook heel grappig vond, dan hoorde ik iemand zo praten achter een deur. En dan ging ik gewoon achter die deur staan. En dan ging die deur open en dan was het echt... Leven maar allemaal in. Alsjeblieft. Gefeliciteerd met de overwinning, Sophie. Ja, dank. Valentijn is niet gered. Wat was het een spannend spel, maar ik heb wel weer genoten. Wij ook. Ik ook. Een hele fijne Valentijn en heel veel liefde! Liefde. Liefde.